Toen ik een jaar of zes was, zag ik een prachtige prent in een boek over het oerwoud dat Ware Verhalen heette. Een boa constrictor die een wild dier aan het verslinden was. En onder die prent stond de boa constrictor slikt zijn prooi in haar geheel in, zonder te kauwen. Ik heb daar toen lang over nagedacht. En ik ben erin geslaagd om te tekenen wat daar stond. Ik liet mijn meesterwerk aan de grote mensen zien en vroeg of dat zij daar bang voor waren. Zij antwoordde, wie zou er nu bang zijn voor een hoed? Grote mensen hebben mij toen aangeraden om mij niet meer met tekeningen van open of dichte boas te bemoeien, maar liever aan aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal te doen. Naast aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en taal leerde ik ook vliegtuigen besturen. Ik heb ze wat overal gevlogen. Op een keer, 6 jaar geleden, kom ik met motorpech in de Sahara-woestijn terecht. Omdat ik geen mechanicien en ook geen passagiers aan boord had, moest ik proberen om helemaal alleen een moeilijke reparatie aan de motor uit te voeren. Het was een kwestie van leven of dood. Ik had nog voor geen 8 dagen drinkwater bij me. Ik sliep dus in het zand, wel 1000 mijl van de bewoonde wereld. En ik voelde mij eenzamer dan een schipbreukeling op een vlot midden op de oceaan.